Rotterdam is een Nederlands merk waar we met de handgemaakte aluminiumboten maken. Wat maakt Rotterdam dan zo uniek? Nou, als ik naar de sloepenlijn kijk, zijn die heel erg multifunctioneel. De gezelligheid van de sloep zit er helemaal in verwerkt, maar hij heeft het onderwaterschip van een moderne boot. Dus je kan er snel mee varen tot wel 90 km per uur. Volledig zeewaardig, heel breed, heel stabiel. Je kan natuurlijk ook heel rustig variant van hebben. Bij Rotterdam hebben we heel bewust gekozen om S-Tec als een optie te brengen. Dat kan eigenlijk af in onze sloepenlijn vanaf de 7,40 meter, 8,5 en de 11 meter. En natuurlijk in de California-lijn is het een bijna onze standaard geworden. En waarom dan S-Tec? Ten eerste, we zijn een Nederlands bedrijf. We zoeken natuurlijk ook de beste Nederlandse toeleveranciers erbij. Ten tweede, we zoeken het beste materiaal. Daarbij gaat het bij ons natuurlijk om het onderhoudsvriendelijke, dus dat je materiaal wat relatief goed te onderhouden is, maar ook de temperatuur. Zoals je weet, vaak worden boten ook in de zon gebruikt, dus ze willen niet op een gegeven moment niet meer op je dek kan staan. En het derde aspect is innovatie. Wij als Rotterdam staan altijd voorop met nieuwe innovaties. Met name dingen die ook gewoon leuk zijn en fun zijn met het varen. Bij de Rotterdam S850 Speedster hebben we fiber optics toegepast. Dan zou je denken, waarom? Nou, uiteindelijk doe je dat omdat ook die boot helemaal handmade is met hele gave additionele componenten. We willen daar echt in laten zien hoe kan je zo'n boot nou personaliseren. En dat hebben we natuurlijk gedaan met onderwaterlicht, met hele mooie velvet bekleding. Maar daar paste eigenlijk ook die fiber optics bij. Als je s'avonds de boot ziet, dan verlicht de hele vloer uit met van die lijnen, een beetje zoals een vliegtuig, maar ook het logo erbij. En natuurlijk, het is niet de meest zinnige optie, maar s'avonds geeft dat een bepaalde ervaring en een gloed in de boot, echt die zijn weerga niet kent. En uiteindelijk is het net zoals met de auto, de meeste ervaring heb je niet van de buitenkant, maar in je boot. Dus als je dat op die manier kan personaliseren, ja, dat geeft je toch wel een heel mooi gevoel. De boot is uiteindelijk echt een individueel stuk. Je kiest het in de kleur die je wilt hebben. Bij ons kan je door dat met de hand gemaakt is je indeling zelf maken. Je kan ervoor kiezen dat je alleen nog een aluminiumvloer wil hebben. Maar wij hebben juist ook voor S-Tec als optie gekozen, omdat je dat ook helemaal kan customizen. Je kan de kleur kiezen welke je wil hebben. Je kan de striping kiezen welke kleur je wil hebben. En daarbij is dat pakket behoorlijk breed. Dus dat kan je helemaal inrichten zoals je eigen smaak. Je kan het ook in de cabin doen, eigenlijk overal in je natte cel. En je kan het nog een keertje verder customizen door inderdaad die letteringen in de strepen toe te voegen. En daar ook ieder ontwerp in te kiezen wat je wil. Je kan je naam van je boot erin terug laten komen. Nou, en uiteindelijk past dat denk ik heel erg goed bij onze klanten en de wens van onze klanten door toch een hele gave boot te hebben, maar die in kleine details helemaal te kunnen personaliseren naar de eigen wens. En wat dat betreft past S-Tec heel goed bij Rotterdam.